kills. I'm gonna take a beating. Sing shut ninja, dealing in a ways of the place. Stop breathing. Gonna make a sound on your feet when you're leaving. Suffocate my state. Dark arm, gonna get a drop. Eerie sight on a rocher. Eat them up, red. You're done dead bleeding. Watch them stay. Cause gonna get them locked in a ways of the laser. Wat we juist hebben, dat is het gewoon de sup uitgeschakeld. Dan. Dat was de sup uitgeschakeld. Dus. Ja. Die avontuurtjes, dat is wel tof. Dat is leuk, hè? We noemen het. Dat is om te testen hoe dat het gaat klinken als je, het, als je buiten van een deur aan een auto hoort. Bijvoorbeeld. Zo, of op een telefoon of een laptop. Ja. Als het goed klinkt op die boxjes, klinkt het overal goed. Ja. Ja, mission accomplished. Mission accomplished. Wie is Jens en wie is James? Waar eindigt een en waar begint de ander? James is de drum and bass artiest, hè. Dat is duidelijk. Het is een artistiek concept en het is een pseudoniem. En James is dan een onderdeel van Jens, die de mens is die daar rond staat. Die ook wel staat te dansen op die drum and bass en op die techno, maar die ook om 5 uur 's nachts thuis alleen nog een uur piano zit te spelen. Of nog een uur naar Keith Jarrett zit te luisteren. Ja, Jens is ook de mens die is opgegroeid in Brussel, hier in deze stad, op verschillende plaatsen. We kunnen de meeste zelf zien van hier, als je goed kijkt. Die hier naar school, ja, die hier naar scholen is geweest. Van scholen is weggegaan, naar andere scholen is geweest. Die nooit met school heeft omgekund. Dat zal iedereen wel beamen. Meteen gaan we Piet Nijsten terugzien. Wat verdoemde zeg. Allee, dat is lang geleden. Ja, tof. Amai. Ik vraag me af wat dat hem gaat zeggen. Maar hij gaat wel lachen. Hey, dag Jens. Jens. Kijk. Hoe is het man? Ik denk, ja? Ik hoor piano spelen. Ik kom eens kijken. Ja, maar ja, kijk. Blijkt Jens hier te zitten na al die jaren, man. Fantastisch. Ja, ja, ja. God, Piet, hij heeft mij ooit nog eens gezegd. Bijna voordat ik hier weg was. Jens, het is tegen mijn winkel, maar you're a free bird and you need to fly out of here. Ik had hem zo beetje vragen, zien of dat hem het nog weet. Weet je nog, op het einde van het tweede jaar, vergens in dat derde jaar, toen dat het al duidelijk was van... Ja, Jens wil een andere richting Jens uit. Jens en het conservatorium. Is met andere dingen bezig. Dat gaat misschien niet zo lang meer duren. Dat we hier buiten stonden en dat jij nog tegen mij zei... Ik zei, free bird. Jens, you're a free bird. You need to fly. You need to fly. Ja. Dat is zo belangrijk. Ja. Mensen moeten kunnen vliegen, Jens. Ja, ja, en? Dat is waar. En dat je hebt gevlogen, hè? Wel, ik, je bent nog een vlieger. Ik ben aan het opstijgen, ja. Denk ik. Ik denk dat ik... Fantastisch. Nee, maar ik denk dat ik ook al een paar keer gevlogen heb en al een paar keer terug ben absoluut. Geland ook. En, absoluut, absoluut. Maar ja. Ja, ik heb dat dan toch gedaan. Ja. Als je zegt, ik wil van muziek mijn leven maken, maar je hebt nog niet genoeg groepen om in te spelen, je verkoopt nog niet genoeg platen, je hebt nog niet genoeg netwerk om van alles te doen, of om andere opdrachten te doen, om er een inkomen van te maken, je moet op een of andere manier wel iets doen. En dan zijn je toch op zoek, hè. Je bent op zoek naar het punt waar je kunt zeggen, ja, ik kan dat allemaal coveren met muziek te maken. Liefst van al nog allemaal met een eigen project of een eigen groep of een... van iets waar dat je permanent zelf in verbonden zit. Nu gaan we nog eens goed samenspelen. We gaan echt nog eens goed samenspelen. Hé, maar er is wel... Het is veel liquid en zo. Ik weet niet of dat ik... Ik dacht eigenlijk te beginnen met Way of the Warrior en zo direct knal patat, maar... Ik denk dat je dat wel kunt permitteren op zich. Dus. Dat lijkt me. We gaan in ieder geval proberen. Ja. Precies. Oké, fuck man. Hé, weet je, dus daar juist. Ik krijg hier binnen direct controle, hè, flikken. Want je komt het tegen, hè. Je komt de muur tegen. Je komt altijd op een bepaald moment en opnieuw de muur tegen. Van, ai, nu heb ik hier toch een slag in mijn gezicht gekregen die ik niet meer aan kan. En deze is toch, misschien ga ik toch... Allee, ik zal terug in de bank gaan werken. Of terug, terug aan de computer gaan zitten. Terug naar de bureau. En daar niet aan toegeven. Hè. En daar af en toe eens iets voor opofferen. Zoals... geld sparen, aan kinderen denken,
relaties, blijkbaar ook. Such is the way of the warrior, hè. Het zal niet anders gaan, zeker. Zeg, trouwens, moeten we niet naar boven gaan ondertussen? Want, dit is het al tijd. Wacht, jij moet eens kijken. Voor mij geen zin meer. Jawel, voor mij geen zin. Ja. Zal ik een beetje liedjes zingen op jouw... Gaan we straks een liedje op een liedje? Ik krijg het een liedje op een liedje. Oh, I can feel something incoming.